Dit is het TV West Nieuws van maandag 15 december met daarin onder meer. Tientallen risicoflats met onveilige en levensgevaarlijke balkons. Gemeente Zoetermeer wil nachtclubs eerder sluiten. En een intelligente fiets die de fietser waarschuwt voor gevaarlijke situaties. Dag dames en heren. Tientallen flats in onze regio hebben galerijen en balkons die kunnen instorten. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat vooral oudere flats kampen met dit probleem. Diverse gemeenten hebben woningcorporaties en particulieren dringend geadviseerd om te onderzoeken of hun galerijen en balkons nog wel veilig zijn. In Den Haag gaat het om 58 flats, zoals hier aan de Leiweg. Ook in Leidschendam-Voorburg heeft de gemeente 22 flatgebouwen aangemerkt als risico en gewaarschuwd dat balkons en galerijen mogelijk kunnen instorten. Rijswijk gaat volgende maand beginnen om de risicoflats in kaart te brengen. Het Haags gemeenteraadslid Robert van Asten is geschrokken door het hoge aantal. Het zijn er een heleboel, maar het is natuurlijk niet verrassend. Alleen al de wijk Leienburg kent vele flats, zoals je het al op het oog kan zien. En zo zijn er natuurlijk nog meerdere wijken, ja. De risicoflats zijn vooral in de jaren 60 gebouwd, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De bouwconstructie blijkt 50 jaar later niet altijd even veilig. 3 jaar geleden gaat het gruwelijk mis in Leeuwarden. Daar stort een balkon in. Veel flats in onze regio zijn op dezelfde manier gebouwd. Voorziet u dat er balkons zullen instorten? Nou ja, kijk, als we niks aan ons onroerend goed onderhouden, wordt het dermate slechter dat dat gaat gebeuren. Ja, angst en machteloosheid in de Haagse flat Eskamp aan de Leiweg in Den Haag. Dit is een van de 58 risicoflats. Onderzoek wijst uit dat de balkons en galerijen van dit complex onveilig zijn. Bewoners zijn bang en sommigen durven niet meer over de galerij te lopen. Ik heb toch enige angst van, hè, niet van zal ik naar beneden donderen, maar je denkt toch het is misschien mogelijk dat ik naar beneden ga. Wat er in Friesland is gebeurd, dat het zo afbrak, dan denk ik ja, wat daar gebeurt kan hier toch ook. En ze zeggen letterlijk dat je niet meer dan met 2 mensen over de galerij mag lopen. Bewoners kunnen nauwelijks geloven wat er in het onderzoeksrapport staat dat vorige maand wordt gepresenteerd. De galerij waar ze al jarenlang gebruik van maken is onveilig. Wat dacht u toen u het hoorde? Ik denk, nou, ik heb er niet waar wezen. Maar het was wel zo. De vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland wil dat gemeenten zich meer gaan bemoeien met de veiligheid van dit soort complexen. Nu zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk om te controleren of het gebouw wel veilig is. Maar die controles worden vaak niet uitgevoerd, signaleert de Belangenvereniging. En hierdoor worden zeer gevaarlijke balkons en galerijen niet opgemerkt. Dan zou je kunnen gaan pleiten voor bijvoorbeeld een 5-jarige APK. Waarbij je dus vanuit de overheid zou kunnen vragen, misschien wel verplichten, van toon maar aan dat je gebouw 1 keer in de 5 jaar, net als de APK-keuring voor de auto, voldoet aan minimale eisen voor het kunnen gebruiken op een veilige wijze. De galerij moet zo snel mogelijk worden vervangen. Dat kost bijna €10.000 per huishouden. Voor veel bewoners van de Eskamp flat is dat een financiële ramp. Kunt u het geld missen? Nou, maar goed, dan is eigenlijk mijn buffer weg. Maar dadelijk moet de telefoon weg, de televisie weg, want dan kunnen we niet meer betalen. De auto moet weg. Nou, we blijven dadelijk over. Niks toch? Ja, en op de galerij van de Eskamp flat zullen zo snel mogelijk stempels worden aangebracht om instorting te voorkomen. D66 heeft gevraagd of de gemeente de bewoners financieel te hulp kan schieten. Kijk voor een overzicht van alle risicoflats bij ons in de regio op omroepwest.nl. De gemeente Zoetermeer wil dat nachtclubs Magnum en No Limit voortaan om 3 uur 's nachts de deuren sluiten. Dat schrijft de gemeente in een brief aan beide clubs. Magnum en No Limit kwamen de afgelopen tijd negatief in het nieuws vanwege verschillende incidenten. Het gaat dan onder meer om gevallen waarbij bedreigingen en geweld in het spel zouden zijn. Dit weekend verlopen de feesten bij Club No Limit en Club No Magnum zonder problemen. De gemeente zit wel in haar maag met de clubs. De afgelopen 4 maanden zijn er volgens de gemeente 15 incidenten geweest in en rond de uitgaansgelegenheden. Waar die incidenten precies over gaan, wordt niet verteld. Volgens de bedrijfsleider van No Limit valt het met de ongeregeldheden bij zijn club allemaal reuze mee. En ook de leiding van Club Magnum, dat op een steenworp afstand ligt, vindt het allemaal zwaar overdreven. We hebben geen 15 incidenten gehad. We hebben 1 incident gehad. Wordt gezegd, wordt wel eens drugs gebruikt binnen? Dat zou kunnen, ik heb het zelf nog niet gezien.
We hebben een zero tolerance beleid wat betreft drugs, harddrugs. Als we iemand zien met pillen of cocaïne, dan wordt diegene erop aangesproken en die wordt de deur gewezen. Plus we zorgen ervoor dat diegene niet meer binnenkomt. Beide clubs moeten van de gemeente als gevolg van de incidenten alle keer tijdelijk de deuren sluiten. En ook mogen feesten als de Waterfront niet doorgaan. Nu wil de gemeente de clubs opleggen dat ze uiterlijk om 3 uur 's nachts dichtgaan. Maar dat ziet de eigenaar van Club Magnum absoluut niet zitten. Als ik de tent tot 3 uur open mag doen, dan kan ik niet concurreren tegen andere uitgaansgelegenheden die tot 6 uur open mogen. Dan hoeft de gemeente het niet te sluiten, dan sluit ik hem zelf uit financiële oogpunt, omdat ik dan gewoon de huur en het personeel niet meer kan betalen. De gemeente Zoetermeer wil niet ingaan op het voorstel dat aan de clubs is gedaan. Een vervelend incident afgelopen zaterdag bij voetbalclub DSO in Zoetermeer. De politie arresteerde daar 17 mensen van voetbalvereniging VUK uit Den Haag naar aanleiding van een vermeende vechtpartij. Van een massale vechtpartij was volgens beide clubs geen sprake. Maar wat er dan wel is gebeurd, daarover verschillen ze van mening. Op dit veld spelen DSO 7 en VUK 1 zaterdag tegen elkaar. Een grimmige wedstrijd die na een rode kaart zelfs even stilgelegd wordt. Toch wordt de wedstrijd uitgespeeld met een gelijkspel tot gevolg. Iets later gaat het mis bij de kleedkamers. Een oud speler die met een zoontje deze kleedkamer binnen, met zijn 5-jarig zoontje. En die werd omringd door VUC-spelers, werd bedreigd, werd geslagen. En hij was heel erg in paniek over wat met zijn zoontje gebeurt. Dus ook stukken kwijt van wat er gebeurd is. Dus heeft hem behoorlijk aangegrepen. Maar volgens tegenstander VUK is de oudspeler van DSO verre van onschuldig. Tijdens de wedstrijd zou ook het veld opgelopen zijn. Wat ik heb gehoord is, hij had het gemunt op 1 speler van VUK en die probeerde hij te provoceren. Waar bestond die provocatie uit? Nou ja, wat ik hoorde ging dat over de afkomst van de bewuste speler. Het team van VUK bestaat uit allemaal leden van de Nigeriaanse kerk in Den Haag. Wat het incident des te vervelender maakt is dat volgens DSO iemand van VUK ook een metaalachtige buis tevoorschijn haalde. Iemand had een ijzeren staaf onder zijn trainingspak, iemand in een VUK VUC trainingspak. De scheidsrechter heeft dat gezien en heeft dat in beslag genomen. Dat heb ik expliciet gevraagd. Heeft een van jullie geslagen? Het antwoord daar is volmondig nee. En heeft een van jullie een lode pijp überhaupt in zijn handen gehad? Ook alleen maar. Het antwoord daarop was expliciet nee. Camerabeelden moeten uitwijzen welke versie klopt. Morgenavond gaan de besturen van beide clubs de beelden bekijken. Ik hoop dat er de waarheid boven komt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Want ik wil gewoon dit soort excessen. En dat wil DSL ook gelukkig. Ja, willen we gewoon van de voetbalvelden hebben. Punt. In een reactie laat de politie weten dat alle 17 mensen die zaterdag zijn meegenomen weer op vrije voeten zijn. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. De Rijswijkse Schouwburg is opnieuw genomineerd voor Theater van het Jaar. Om een nominatie in de wacht te slepen is onder andere gekeken naar de functionaliteit van de website, de uitstraling van het theater en het gebouw. Op 26 januari is de uitreiking van Theater van het Jaar 2014. Voor het 6e jaar op rij is het langste kerstbrood van Nederland aangesneden. Met het kerstbrood wil Stichting Doenja aandacht vragen voor de stille armoede en vereenzaming van ouderen. Dit jaar worden 2000 kerstbroden uitgedeeld aan eenzame bejaarden in Den Haag. Alphen aan den Rijn heeft sinds vanmiddag een nieuwe burgemeester, Liesbeth Spies. Vanmiddag werd ze in de Alphense gemeenteraad geïnstalleerd. En afgelopen zaterdag maakten we al kennis met Spies op haar favoriete plekken in het dorp waar ze al haar hele leven woont, Alphen aan den Rijn. Liesbeth Spies, 48 jaar oud, al jaren politiek actief, was bijvoorbeeld minister van Binnenlandse Zaken. En nu is ze dus de kersverse burgemeester van de stad waarin ze opgroeide. Vroeger zat ik hier heel vaak met vriendinnetjes in het park te picknicken en te doen. We hebben heel veel kastanjes uit bomen geknuppeld in de tijd dat het herfst was. En onze dochters hebben achter de oude stoel van opa op deze vijver de eerste beginselen van het schaatsen bijgebracht gekregen. En hier ging ze naar de middelbare school, waar ze ook veel op het basketbalveld te vinden was. Als u zelf zou moeten omschrijven waarom u eigenlijk de beste kandidaat was... Geboren en getogen Alphense, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ik breng natuurlijk ook best een brok ervaring mee in het openbaar bestuur. Ik heb zowel op rijks- als op provinciaal niveau van alles en nog wat gedaan en mogen doen. En ik denk dat ik daarin ook heb laten zien dat ik een bruggenbouwer ben die wel voor resultaat gaat. En dat was ook wat de gemeente Alphen in de profielschets had opgenomen. En ja, ik hoop dat we heel veel plezier met elkaar gaan beleven. Wat vindt u ervan dat u hier burgemeester mag worden?
Ik vind dat echt een feest. Echt een heel mooi cadeau. Het burgemeestersvak heb ik aan mogen proeven in Stichtse Vecht, waar ik een half jaar waarnemend burgemeester ben geweest. Dat heeft mij laten zien hoe mooi dit ambt is en dat je dat dan in je eigen stad mag gaan doen. Ja, dat is gewoon feest. En dan gaan we naar het weer. Hier is Huub Mizee. In verband met de actie voor de Voedselweek is het nieuws en daarmee ook het weerbericht wat korter. Maar eigenlijk kan ik het hele weerbeeld ook wel samenvatten. Het blijft voorlopig wisselvallig. Dat merken we vanavond en vannacht ook. Er zijn dan een paar opklaringen, maar ook kan er hier en daar een bui voorkomen. De wind is westelijk, matig, aan de kust vrij krachtig en de temperatuur komt uit op een graad of 5. En ook morgen hebben we die afwisseling van nu en dan zon, maar toch ook mogelijk nog wel een enkele bui. Voor de rest hebben we ook morgen een westenwind die matig zal zijn, aan de kust vrij krachtig. En morgenmiddag wordt het eigenlijk net als vandaag ongeveer 8 graden. En dan woensdag beginnen we de dag met bewolking en regen. Later komen er wat opklaringen. Er is wat meer wind uit het westen, maar er wordt ook zachtere lucht aangevoerd. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dankjewel Huub en tot zover dit TV West Nieuws. Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl en ook op de apps voor de mobiel en tablet. En uiteraard ook via de collega's van 89.3 Radio West. Straks hier het Kersthuis 2014. Presentatrice Jetsel is vandaag bij Tony en Nol in Den Haag. Ja, Nol is niet alleen gek op kerst, maar verzamelt ook indianen. Dus jouw indianen moeten nu plaats maken voor de blanke kerstsfeer. Ja, ja goed, dat maakt ik niet vind uit. Het ernstig. Ik moet er toch een aantekening van maken. Ja, moet er ook wel. Er staat toch niets. Kerstspullen en dan die indianen erbij. Nee, dat vind ik niet mooi. Ja, en er is meer in het kersthuis vanavond, want we zijn ook nog bij de Haagse volkszanger John Medley. U bent gewaarschuwd. Dat dus zometeen en daarna op de hele uren uiteraard TV West Sport met veel over ADO Den Haag. Het TV West Nieuws is er morgenochtend weer vanaf 7 uur met een korte editie en om 5:30 met een gewone uitzending. Graag tot dan. Nog een heel fijne avond.